Nu gaan we iets heel speciaals maken. We gaan een wafeltje maken van melkbrood met banaan en hazelnootpasta. Heel simpel, weer al, hoe gaan we het werk? We leggen de sneetjes brood open en we gaan ze insmeren met de hazelnootpasta. Dan gaan we nu de banaan snijden. Maak een inkerving in de schil. En ik haal de banaan eruit, zo. En dan snij ik hem in twee. Ongeveer dezelfde grootte als het toastbroodje. Dan gaan we dunne plakjes snijden in de lengte van de banaan, zodat we gewoon onze sneetjes kunnen beleggen met de plakjes banaan. Dan gaan we ze gewoon dichtplooien. En dan gaan we ze insmeren met een beetje melk. Niet te veel melk uiteraard, want anders gaan ze te wak worden en gaan ze blijven plakken aan het wafelijzer. Eén kant is gedaan. Ik ga ze omdraaien weer. Terug een beetje melk. Voilà. Gelijk een echte schilder. Ons wafelijzer is superheet. Dan gaan we de wafeltjes in het wafelijzer leggen. En dat is wat ik moet horen. En dan wachten we. 5 minuutjes later heb ik hier, even kijken, perfect gebakken melkwafeltjes. Ik ga er eentje uitnemen. En om te dresseren ga ik ze diagonaal in twee snijden. En dan kunnen we ze mooi in het bord leggen. Zie zo. En we werken af met een beetje chocoladeschilfeltjes. Wafeltje van melkbrood met banaan en hazelnoot pasta. Smaak hem keten.